De Vereniging van Economisten in Suriname, VES, en de Taalunie hebben gisteren in het park het eindrapport gepresenteerd van een onderzoek dat te maken heeft met de taalsector in Nederlandse gebieden, zoals Nederland, België, Suriname, Aruba en Curaçao. Voor de presentatie is er een uitgebreid symposium gehouden over de economische betekenis van taal, een verkenning van de taalsector in het Nederlands gebied. Enkele belangrijke vragen die tijdens het symposium zijn gesteld zijn: wie verdient er allemaal met taal? Wat is de economische betekenis van taalsector? Hoe omvangrijk is deze sector eigenlijk en hoe ziet de toekomst eruit? Kevin de Koning van de Taalunie lichtte het belang van een beter inzicht in de taalsector toe. Onmiddellijk vaststelde in Nederland, in België en ook hier in Suriname is dat de mensen die professioneel met taal bezig zijn, die talige diensten en producten leveren aan consumenten, maar ook aan andere bedrijven, dat die onder heel verschillende noemers en in heel verschillende rubrieken staan ingeschreven bij de Kamers van Koophandel en bij de overheden. Dat is geen goed nieuws, want dat zorgt ervoor dat we niet in één keer kunnen zeggen dat is de taalsector en dat is de omvang van de taalsector. Dus we hebben ook niet, en dat zeggen we er meteen bij, niet in één keer de cijfers voorhanden. We hebben niet een totaalbedrag van wat de taalsector oplevert. We hebben dat niet in Nederland, we hebben dat niet in België en we hebben dat dus ook niet in Suriname. De taalsector staat daar niet alleen in. Bijvoorbeeld de toeristische sector of ook de uitzendsector. Ook die sectoren zijn heel divers, heel verspreid. In verschillende andere sectoren onder verschillende noemers ingeschreven. De Koning concludeert dat honderden beroepen economische voordelen putten uit de Nederlandse taal. Volgens hem moet er daarom meer worden geïnvesteerd in deze taal. Er zijn ook aandachtspunten. Er kan nog meer winst worden geboekt. Met professionalisering, verdere professionalisering, verdere bijscholing, met samenwerking. Want nu werkt iedereen heel erg naast elkaar. In Nederland en België viel dat heel hard op. Dat iedereen heel erg naast elkaar werkt en eigenlijk niet weet van elkaar wie wat doet. En ook niet precies weet van naar wie kunnen we doorverwijzen als ik een andere vraag krijg dan wat ik zelf kan leveren. Dus er kan meer samengewerkt worden en er kan meer geïnnoveerd worden. Er kunnen meer technologische ontwikkelingen gebruikt worden door mensen die in de taalsector werken. Wat opvalt is dat sommigen de technologische evolutie als kans zien en anderen als bedreiging. Sommigen denken, ja, dat automatisch vertalen, dat gaat mijn werk afnemen. Anderen denken, nou, met dat automatisch vertalen kan ik een veel groter volume draaien. En kan het automatisch vertaald worden en zorg ik voor de finishing touch. Dan werk ik het wel af, maar dan kan ik veel meer vertalen en meer geld verdienen. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Kevin de Koning van de Taalunie gisteren tijdens het symposium over de economische betekenis van taal, een verkenning van de taalsector in het Nederlandse taalgebied.